naar onszelf. Wij zijn al overtuigd van het belang van de kunst. Wij zijn niet degene die willen bezuinigen. Ik wil eerst een paar steekhoudende argumenten horen waarom er zo ruzieloos, zo buitenproportioneel gekapt moet worden in de kunst. De argumenten die ik vind zijn: iedereen moet bezuinigen. Oké, nee, ik zal wel. Maar waarom jij zo godsgruwelijk veel? De broekriem aanhalen, dit is niet de broekriem aanhalen meer, dit is de hongerdood sterven. Volgende argument wat ik heb gehoord. Kunstenaars zijn werkschuw tuig. Nee. Nee, nee, drieweg nee. Wij werken hard ook. En nou hoorde ik dat kunst een linkse hobby is, alleen maar geschikt voor de elitaire mensen, maar dat is niet waar. Iedereen mag een kaartje kopen. Donderdagavond stilte in de stad. Vrijdagavond drie weken nog wat. Zaterdag alleen een burger en een patat. Een wereldstad met veel legolie. Van de cultuur, de regering, ik heb 2 minuten gekregen, de regering zegt dat zij voorwaarden schept op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid waarborgen, aldus het regeerakkoord. Er moet in deze tijden van crisis worden bezuinigd en dat kan omdat de cultuur meer geld, zo staat er, uit de markt kan halen. Alsof dat laatste al niet op grote schaal gebeurt. Maar juist in tijden van crisis blijft die markt ook stagneren en kun je dus niet zoveel uit die markt halen. Zoals gezegd, dat gebeurt er wel. Natuurlijk, het is vanmiddag al gezegd, de culturele sector moet ook zijn deel nemen in de bezuinigingen. Maar dan wel in evenredigheid. En wie? En die bereidheid is er. En is ook uitgesproken vanuit de culturele sector. Maar niet de ruim 20-25% van sommige kunsten nog veel verder. Maar laten we nou even houden op een gemiddelde van ruim 20%. In tegenstelling van op de Rijksbegroting 8% bezuinigen. 20% voor de cultuursector. En maar wat het meest grievend is, is de mentaliteit en het gebrek aan kennis waarmee de cultuur wordt toegesproken. De cultuur wordt neergezet als een speeltje voor de rijken. Dat noem ik een echte leugen als men weet dat miljoenen mensen actief betrokken zijn op de een of andere manier bij de cultuur. Tweede, de cultuur wordt afgeschilderd als een nutteloze bezigheid die niks oplevert. Een activiteit voor verwende mensen. Terwijl iedereen kan weten dat de zuurstof uit stad en platteland wordt weggezogen als culturele activiteiten onmogelijk worden gemaakt en zelfs vernietigd. Het is, dames en heren, vrienden en vriendinnen van de cultuur, het is die liefdeloosheid die steekt. Zij komt voort uit een valse voorstelling, als zou het zogenaamde volk niets met cultuur hebben. Daarmee wordt de rauwe ingreep een afrekening met een sector waarin meer dan normaal ongewone, creatieve, hardwerkende en kritische mensen ons een spiegel voorhouden. Relle. Op weg naar de staatssecretaris. Die ordinaire volksheid heeft zich inmiddels, zo hebben we van de week mogen beleven, stevig in een deel van het parlement genesteld. Van de VVD en het CDA had verwacht mogen worden dat ze daar stelling tegen zouden nemen. Door niet mee te gaan met de afbraak die nu is voorzien. Maar het kan nog worden gekeerd, mag ik hopen. Zij kunnen nog terug in de richting van een evenredige bezuiniging. Die 8% waar ik het eerder over had. Maar dat kan alleen maar als we niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd onze krachten blijven bundelen.
Wie cultuur ziet als de levensstijl van een samenleving, zal zich blijven en blijvend verzetten tegen de stijlbreuk die nu door het kabinet wordt omarmd. Ondanks de mooie woorden over kwaliteitsverhoging en de waarborging van de toegankelijkheid van de cultuuruitingen. Zegt het voort, ik heb gezegd. Wauw, dank jullie wel. Applaus voor jezelf. Fantastisch. En ook heel erg bedankt André, Connie, Caroline en Amy. Ongelooflijk. Oké, het moment is daar. Dit was de stille schreeuw. We gaan aftellen. Is iedereen klaar om te schreeuwen? Hou die borden omhoog. We gaan aftellen. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, John Buisman en Milena Danjou. Groot applaus.